Ik lees u voor uit het Romeins Martyrologium van 22 mei, de 29e dag na de nieuwe maan. De heilige Rita, kloosterlinge, die de mishandelingen door de gewelddadige man met wie zij getrouwd was, geduldig verdroeg en hem verzoende met God. Vervolgens trad zij, na het verlies van haar man en kinderen, te Cascia in Umbrië in bij het klooster van de orde van de heilige Augustinus en gaf allen een schitterend voorbeeld van geduld en boetvaardigheid. In Afrika de heilige Castus en Emilius, martelaren, die de marteldood door het vuur volbrachten. De heilige Cyprianus schrijft hoe zij in de eerste strijd werden overwonnen, maar hoe de Heer hen in de tweede strijd tot overwinnaars maakte, zodat zij die tevoren voor het vuur waren teruggedeinsd, door het vuur werden gesterkt. Te Goumenek in Pontus, in het huidige Turkije, de heilige Basiliscus, bisschop en martelaar. Op het eiland Corsica, de gedenkdag van de heilige Julia, maagd en martelares. Te Angoulême in de toenmalige Aquitanië in Frankrijk, de heilige Ausonius, die wordt beschouwd als de eerste bisschop van die stad. Te Pistoia in Toscane, de heilige Atto, bisschop, die abt was in de orde van Vallombrosa en vervolgens aan het hoofd werd gesteld van de kerk van Pistoia. In Vietnam de heilige Michael He Dinh Hi, martelaar, die mandarijn, ambtenaar van de keizer en catechist was en werd aangeklaagd omdat hij christen was en die na verschrikkelijke folteringen werd onthoofd. In de stad Anh Xa in Vietnam de heilige Dominicus Nguyen, martelaar, die als huisvader en landbouwer werd gevraagd door soldaten om het kruis te vertrappen, maar in plaats daarvan ter aarde viel en het aanbad. Toen hij voor de rechter stond en onverschrokken beleed dat hij christen was, werd hij terstond onthoofd. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn heiligen. Ik lees u voor uit het boek Handelingen. Jezus werd ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl ze hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze weerkeren als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. Woord van de Heer. Wij danken God. Op 22 mei horen we in het martyrologium genoemd de heilige Rita van Cascia. Cascia, geboren rond 1380 te Rocca Porena bij Spoleto als Margherita Lotti. Ze wilde ongehuwd blijven, als kind al. Maar zoals dat in die tijd gebruikelijk was, of in ieder geval in betere kringen vaker gebeurde, wordt ze op haar 14e jaar uitgehuwelijkd aan een man, aan Ferdinando Mancini. Ze trouwen in de kerk San Montano in Rocca Porena en de man blijkt een vreselijke vent te zijn. Hij is alcoholist, hij slaat Margherita en mishandelt haar. Ze krijgen twee zoons. Uiteindelijk, na een ongelukkig huwelijk, wordt de man vermoord. Hij had blijkbaar kwade tongen gezet ook bij anderen. En zo overleeft Rita deze vreselijke man. Ze hoopt nu vervolgens dat haar twee zoons hem niet zouden wreken. Zoals dat in het Italiaanse gebied gaat waar zij vandaan komt, is er een bloedwraak. Als iemand je familielid vermoordt, moet de familie wreken. Rita bidt dat haar zoons dat niet zullen doen.
En het gebeurt ook eindelijk niet. Ze bidt dat die zonen toch eerder zullen sterven dan dat ze de moord op haar man zouden wreken. En dat gebeurt wel. Een jaar later sterven beide zoons, heel toevallig zou je kunnen zeggen, een volkomen natuurlijke dood, al zijn ze nog jong. Dan is Rita vrij. Vrij van haar huwelijk met de man, vrij van haar verantwoordelijkheid om de kinderen op te voeden en wil ze het klooster in. Iets wat ze eigenlijk al als jong meisje wilde. Ze gaat naar een aantal kloosters toe en telkens weer opnieuw wordt ze geweigerd. Uiteindelijk in 1407, ze is dan 27 jaar pas, wordt ze toegelaten tot het Augustinesse klooster van Santa Maria Magdalena in Cassia. Nu omgedoopt tot het Sint-Rita-klooster. Ze leeft een heel eenvoudig leven in het klooster. En ze leeft louter op water en brood. In 1442 ontvangt zij op een moment van gebed en extase de teken van een doorn, van de doornenkroon van Christus op haar hoofd. Het wordt een wond die uiteindelijk niet meer geneest, maar telkens blijft bloeden. Het is het teken van haar diepe mystieke verbondenheid met de lijdende Heer. Naast die mystieke lijdensweg die ze gaat, heeft ze ook nog een andere lijdensweg. Ze lijdt aan een ernstige chronische ziekte. Uiteindelijk zal ze sterven op 22 mei 1457 in Cassia. 10 jaar na haar overlijden wordt ze opgegraven en haar lichaam blijkt dan volkomen intact te zijn. Ze wordt opgebaard in een glazen sarcofaag en zo'n slordige 200 jaar later, in 1626 pas, wordt ze zalig verklaard. En nog, bijna 300 jaar later, in het jubeljaar 1900, wordt ze heilig verklaard. De relieken rusten in de Santa Rita-kerk, de kerk uit 1947 in Cassia, dat is uitgegroeid tot een groot bedevaartsoord. Overigens wordt de stijl van die kerk, de schoonheid van die kerk, laat ik dat maar zeggen, niet door iedereen herkend of gewaardeerd. Dat de heilige Rita een populaire heilige is, komt misschien omdat ze patroonheilige is van de hopeloze gevallen. Misschien door haar gezondheid, haar tobben met haar chronische ziekte, de pijn van haar mystiek lijden, het moeilijke leven als gehuwde vrouw, lijdend onder mishandelingen, zoons die wreken willen. Ja, uiteindelijk is ze zo'n patrones van hopeloze gevallen. Zij weet wat het is om in hopeloze situaties te zijn. En zij mag voor ons ten beste spreken. In 2004 wordt er zelfs een film gemaakt over haar leven. Een film die bijzonder de moeite waard is. En de traditie wil dat op 22 mei, haar feestdag, gewijde rozen naar zieken worden gebracht. Dit is afkomstig naar aanleiding van een wonder uit 1447. Rita is ziek en ligt te bed en vraagt, volkomen buiten het bloeiseizoen, om een roos. Mensen die om haar heen staan, gaan op zoek en ze vinden wonderlijk genoeg één bloeiende roos. Ze ontvangt die roos en een dag later zal ze sterven. Zo heeft Rita haar leven na veel lijden, zowel fysiek als mystiek, aan de Heer teruggegeven. Ze mag nu rusten in vrede en rusten in die zin ook dat ze voor ons ten beste wil spreken. Laten we bidden. Mogen op voorspraak van uw heilige, zo vragen wij Heer, uw genade ons altijd beschermen. En toon overal aan levende en overleden christengelovigen uw barmhartigheid. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen. En mogen de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid van God
rusten in vrede. Amen. Gaat wel heen in vrede. Wij danken God.